Nou, deze nieuwsuitzending is in het kader van de jaarlijkse Marianne Vaatstra-uitzending die ik hou sinds een paar jaar. En deze keer is Mira erbij. En dat vind ik hartstikke leuk. Dag Mira. Hallo Perry, hallo luisteraars, hallo. Misschien iets te vrolijk voor zo'n treurig onderwerp, Ja, maar eigenlijk het speelde de hele dag al door mijn hoofd, ik denk. Maar ik vind ja. toch dat ik het moet doen. En het is geen leuk onderwerp, nee. Nee, ik vind het ook. Het was mijn eerste zaak, zeg maar, die ik waar ik in geïnteresseerd in raakte. Via Argusoog toendertijd, 2012. En ik heb het eigenlijk de meest vreselijke zaak gevonden, tot nu toe eigenlijk. Het gaat me heel erg aan het hart, nog steeds. En Kan je een voorbeeld noemen van iets wat je, wat zit jou hoog, bijvoorbeeld? Grijp eens wat. nou, kijk, heel simpel gezegd, van wat ik heel graag zou willen weten is waarom zijn er naar asielzoekers gezocht? Waarom is er gelijk gezegd het was een niet-westerse moord? Ze zijn ook actief gaan onderzoeken. Verdachten waren asielzoekers en dat heeft ook in de krant gestaan. Er zijn krantenartikelen over en opeens was het Jasper. En nou wil ik graag weten van hoe kan het dat ze er dan zo naast hebben gezeten in het begin? En gebeurt dat vaker? En op basis waarvan zijn ze dan asielzoekers gaan zoeken? En Even ik. dan, even als ik je maar even kort mag Ja. interromperen, want kijk, wij zijn heel bekend met die zaak. Ja. Maar om het even kort samen te vatten, op zaterdagochtend 1 mei 1999 is in een weiland in Friesland bij de Koningsweg, de Keningswei, het stoffelijk overschot aangetroffen van een jonge Friese vrouw. En die heette Marianne Vaatstra. Ja, En 16 die jaar. was ja, 16 jaar. En zij was seksueel misbruikt. En haar keel was opengesneden, doorgesneden. Ja. Wel was het. Ja. En gelijk inderdaad asielzoekers. Ja, omdat er zat een asielzoekerscentrum en die jongens waren ook gewoon bekend in de buurt. Dus die gingen ook naar voetbal en die kwamen in dezelfde cafés en dezelfde discotheeks. En ze kennen elkaar allemaal. Een paar van die jongens stonden er bekend omdat ze meiden lastig vielen, logisch, in die leeftijdsklasse. En er is iets gebeurd daar toen die avond in de disco, als ik me niet vergis. En er zijn toen ook bedreigingen geweest. Er zijn ook getuigen van dat een van die asielzoekers een beweging maakte van ik snijd je keel door. Klopt. En het gekke is dat Marianne was dus met haar vriendje. En zij was heel erg bang voor het donker. En dan zou ze toch in haar eentje midden in de nacht naar huis gegaan zijn. En dat is hetgene waarvan haar moeder altijd heeft gezegd dat zou ze nooit doen. En daar moet ik ook vaak aan denken. Ik ben ook heel erg bang als het heel donker is. Ik ben nachtblind. En ja, dus ik weet zelf, dat doe je niet. Als je daar bang voor bent, dan doe je dat gewoon niet. Nee. Ja, afgrijzelijk, afschuwelijk. Wat mij ook opviel, was toen dat dat vriendje van Ja. Marianne, van een slachtoffer, Ja. die had nog een vriendje. Die was er ook Ja. bij. En die twee, die hebben het slachtoffer voor het laatst gezien. En die twee jongens, die zijn samen verhoord. Ja. Dat is ook apart. En dat hoort helemaal niet. Want ja, die moeten natuurlijk afzonderlijk verhoord worden om te kijken of ze wel de waarheid spreken. Want misschien hebben ze er wel wat mee te maken. Dat weet je toch niet? Nee, het is, ja, je laat, dat doe je niet. Je laat gewoon niet je vriendinnetje achter, wat er ook gebeurt. Dat Nee. doe je niet, dus dat is raar. En er was toch ook iets met een shawarma-tent, dat ze nog shawarma zijn gaan eten. Kan jij dat Ja, herinneren? Je. in Buitenpost of zo was dat. Maar dat was die nacht. Ja, zoiets heb ik ook opgepikt. Of die jongen was betrokken bij de verbouwing van een shawarma-tent. Of, ik weet het niet precies, maar ik zit daar een beetje te graven. Ja, volgens mij zijn ze gewoon nog rustig shawarma gaan eten. En dan was er nog een jongen, volgens mij heette die Ferry of iets wat erop lijkt. Ja.
En die heeft ook een verklaring afgelegd bij Peter R. de Vries in de uitzending. Van ja, wij hebben hun gezien, wij hebben Marianne gezien. En dat weten we gewoon heel zeker. Mm-hmm. En daar is ook niks mee gedaan. Terwijl dat als je dat uit had gezocht, dan was dat wel belangrijk geweest. Mm-hmm. En ook Peter R. de Vries is helemaal eigenlijk de verkeerde kant opgegaan met het zoeken naar de verdachte. Hè? Dus dan denk ik, ja, komt dat ook vaker voor, dat Peter R. de Vries helemaal fout zit. En in wat voor zin dat hij ook aanstuurde op die buitenlandse dader? Ja, volgens mij wel. Ja, absoluut. In ieder geval als je dus de uitzendingen van Peter R. de Vries terugkijkt en je legt daarnaast Jasper, ja. Dan is er niks in die uitzendingen van Peter R. de Vries wat op Jasper zou kunnen duiden. Dus Ja, ja. Ja, dan denk ik, het is of het een of het ander, hè? Ja, en kijk, waar ik mee zit, is dat verhaal van dat die twee jongens, en met name dan het vriendje van slachtoffer, dat daar eens even is besloten om een meisje van 16, 10 kilometer in het pikken donker naar huis te laten fietsen na een avondje alcohol drinken. Mm-hmm. En dan weet je ook dat de hele buurt die is natuurlijk allemaal aan het drinken geweest. Dus wat rijdt er allemaal over de weg? Hè? Ja, en ze had geld voor een taxi. Ja, en er waren regiotaxis. Dat had ze wel vaker gedaan. Dat is een ding één. Het is het niet gezamenlijk verhoren. En wat ik ook opmerkelijk vind, is dat op de plek waar het stoffelijk overschot is aangetroffen, daar is geen bloedonderzoek gedaan in de grond. Er is niet gekeken of de bloedsporen in de grond zaten. Hm. En er is dus geen bloed aangetroffen, zo zeggen ze dat. Want we hebben geen onderzoek gedaan. En daarom hebben we geen bloed aangetroffen. Ja, want er wordt steeds gezegd van ja, er was geen bloed. En dan denk ik, dat zijn van die dingen die er dan insluipen. Terwijl dat ik helemaal daar de bron niet meer van kan vinden. Hè? Ik dacht dat ik in het... Want ik heb het requisitoor van Henk J. Maus heb ik helemaal uitgespit. Ja. En ik dacht dat hij het ook zei. Of ik heb het van een andere bron. Maar ik heb ergens gelezen dat de politie heeft gezegd, er was geen aanleiding om bloedsporenonderzoek te doen. Maar dat is iets anders, hè? Dat geloof ik. Maar dat is dus iets anders als dat er geen bloed was. Begrijp je wat ik bedoel? En dat vind ik met deze zaak en met heel veel zaken. Dat op een gegeven moment praat iedereen elkaar na. Dat doe ik ook wel eens. Uh-huh. En als je dan gaat kijken, ja, waar komt dit verhaal vandaan? Dan kan je het niet helemaal vinden. Uh-huh. Bijvoorbeeld over dat haar keel doorgesneden was. Wilde ik toen ook weten van ja, dat zeg ik wel. Maar waar komt dat vandaan? En dat komt uit een krantenartikel dat Bouke, de vader, die dus zijn dochter gevonden heeft in het weiland, dat is het eerste wat hij zei. Uh-huh. Ze hebben er de keel door gesneden. Uh-huh. Dus dat is waar. Dat bedoel, dat gaat een krant niet verkeerd optekenen, helemaal in het begin. Ja. Er zitten heel veel interessante dingen in. Er is ook iets met die foto die de politie gebruikt heeft. Dat is gewoon een zware Photoshop. Oh, de foto die van sporen in het gras. Heb je dat eens gezien? Nee, ik weet niet. Het is echt zo bizar slecht. Dat is echt zo slecht. Dat kan gewoon helemaal niet. Er zijn nog heel veel vragen die nooit beantwoord zijn. Dat vind ik heel erg. Ja. Even een kaarsje. En dan dit jaar is Wim dankbaar in het gevangenis gebeuren beland. Hè? Ja. Ja. En weet jij waarvoor hij veroordeeld is? Wat was de... Ja, smaad voor die Wolfgang H, noem ik hem maar. Oké. Okay. Dat is gewoon een heel raar verhaal. Ik zal eerst misschien even uitleggen, want er zijn nog steeds heel veel mensen die heel erg geïnteresseerd zijn in de Vaatstra-zaak, gelukkig maar. Ik werd op een gegeven moment gebeld door Wim en... ik zit in de bias en je moet even wat opnemen. En je weet hoe die is, die deelt altijd orders uit. Mm-hmm. En ik vind iemand in het ziekenhuis of in de gevangenis, die moet je altijd helpen. Zo zit ik in elkaar. Dus ik zei, dat is goed, ik pak mijn opnameapparaat en bel maar terug. Nou, hij belde terug.
En zei, ja, dan moet je even dit. Dus ik zeg, nou Wim, moet je luisteren. Ik neem het nu op en ik zet het gewoon op mijn kanaal. En verder doe ik helemaal niks. Nou ja, dus dat heeft hij, een statement heeft hij voorgelezen. En dat werd goed beluisterd. En een hoop mensen die wisten blijkbaar dat dat ging gebeuren. Want hij wist het zelf niet. Hè. Hij is echt uit zijn huis gehaald. En toen kreeg ik dus meteen weer van die hele vervelende mensen die zodra je het over Vaatstra hebt opkomen duiken uit allemaal smerige, weet ik veel. En ja, het is gewoon heel vervelend en het is niet zo dat ik er bang voor ben, want ik ben echt helemaal niet bang. Maar één zo'n jongen die komt dan uit Arnhem, dat is een hele bekende stalker is dat, en die valt Wim lastig en die valt iedereen lastig. Die het over Vaatstra heeft. En dan gaat hij mijn naam met mijn achternaam en mijn foto's gaat hij op internet zetten. Hij is naar de politie gegaan om te zeggen, ja, die Mira die heeft een statement van Wim opgenomen. En dat mag niet, want dat is smaad. Toen had de politie gezegd, ja, nou, daar doen wij niks mee. Toen is hij de gevangenis van Wim gaan bellen. Ja, Wim die zit vanuit de gevangenis te bellen en die is op de radio bij Mira. De gevangenis heeft inderdaad tegen Wim gezegd van, joh, we zijn gebeld. Want ik weet dat hij dat ook doet. Ik heb in 2012 ben ik ook heel erg lastig gevallen door die vent. En hij belt alles wat hij, dat doet hij. Dan vraag je je af, wat bezielt zo iemand, hè? Heeft hij een nickname op YouTube? Honderden. Hij heeft er zo verschrikkelijk veel. Maar kijk, ik herken zijn stijl. Dus er begon iemand te reageren onder dat statement van Wim. En ik wist gelijk, dat is hij. Ja, ja. Want wat hij doet, is dat hij gelijk heel veel reacties gaat plaatsen. Dus meteen helemaal doordraaien. En heel boos en dreigen. En nou, dan weet ik gewoon wie het is. Dus ik had zijn naam eronder gezet. Ik zeg, zo, die en die. Ik zeg, ben je er ook weer? En toen werd hij helemaal gek. Dus, ja, dat is hem dus. Ja. Dat is hem dus. Toen op een gegeven moment dacht ik, weet je, ik heb hier helemaal geen zin in. Het is me niet waard. Het is mijn strijd niet. Ik heb geen samenwerkingsverband van Wim. Met Wim. Nee. Ik zet hem gewoon privé, die opname. Want het statement staat toch al op de site van Wim. Oké. Maar dan ben je er ook mee klaar. Ja. Ben ik er ook mee klaar. Maar het is, kijk, als het nou iets heel belangrijks is of iets, hè, dan vind ik dat helemaal niet erg. Maar voor zo'n statement voor Wim. En Wim wilde meteen de dag erna weer een statement en weer een statement. En voordat je het weet, zit je elke dag een statement up te loaden voor Wim. Ja, daar heb ik helemaal geen zin in. Nee. Dat is het me niet waard. Dus zo is het gegaan. Wow. Dus wel een. Ja, dit hele gebeuren heeft natuurlijk voor Wim wel een enorme impact op zijn leven gehad. Het kan niet anders. Ja, dat is ook zo. En ik kan hem wel een stukje volgen, maar hij. Ja. Laat ik het zo. Ik ben gewoon eerlijk. Mensen die mij kennen weten gewoon. Ik zeg gewoon wat ik denk. En, hij gaat de zaak niet oplossen. Want het gaat altijd over Wim. Wim wordt altijd weggezet als idioot. En ik heb al heel lang geleden gezegd, je hebt gewoon een woordvoerder nodig. Want dan kunnen ze jou niet meer aanvallen. En dan moet het wel inhoudelijk over de zaak gaan. Ja. Wim luistert niet. Wim luistert naar helemaal niemand niet. Dus ja, het is gewoon een hele kansloze strijd. Ook al heeft hij in de kern gelijk. Ja. Maar er is bijvoorbeeld tegen hem gezegd van, ja, je bent geen belanghebbende. En dan gaat hij helemaal uit zijn dak. Maar als je het feitelijk bekijkt, is hij ook gewoon geen belanghebbende. Nee. En dat hij ooit contact heeft gehad met de moeder, wil niet zeggen dat die moeder niet van gedachten is veranderd. Die is op een paar jaar geleden van gedachten veranderd en gezegd, ja. Wim, ik doe niet meer mee. En dan kan je daar heel boos over worden en jarenlang daarover blijven roepen. Maar dat is wel haar keus. Ja, natuurlijk. En zij is de moeder, hè? Dat bedoel, dat verdriet, dat kunnen wij ons niet voorstellen. Nee. En daar heb je gewoon respect voor te hebben. En aan de andere kant wordt Wim neergezet alsof hij die moeder stalkt. En ik heb hem dat een keer gevraagd.
En toen zegt hij, nee, hij zegt, ik heb 1 keer een mail gestuurd. Ik zeg, nou, dat vind ik een sterk punt. Dan moet je dat eens naar voren brengen. Want mensen nemen dat voor waar aan. Dat jij haar elke dag aan het bellen bent en brieven. Hij zegt, ja, maar dat doe ik helemaal niet. Ik zeg, nou ja, dat is niet duidelijk. Nee, tragisch. Hij was miljonair, ja. Hè? Ja. Was. Ja. Ja, helemaal berooid, maar... Nee, dat is... Zijn lot, daar ben ik niet jaloers op. Ja, maar weet je wat het is, Perry? Hij wist het wel, hè? Mm-hmm. Hij is niet bestolen of zo, hè? Hij wist van als ik doorga dan dit en als ik doorga dan dat. En ja, er zijn meer mensen die een hele obsessieve strijd voeren, waarvan mensen er omheen denken, ja, maar je gaat dit niet winnen. Mm-hmm. En ze gaan je aanpakken. Ja, als dat dan daadwerkelijk gebeurt. Mm-hmm. Ja, ik wil niet nu Wim afvallen of zo, hoor. Maar Nee. Ik ken wel ergere gevallen van mensen die echt pech hebben. En trouwens, Wim die werkt ook samen met Micha Kat, toch? Nee joh, nee, helemaal niet. Nee, heel lang geleden zijn ze ooit samen naar Friesland geweest. Ja, precies, dat heb ik gezien, ja. Ja, dat is ook alweer heel lang geleden en daar hebben ze hele interessante filmpjes gemaakt. Dat heeft Erik van je DTV gefilmd. Mm-hmm. En later krijgen ze dan ruzie en dan zijn al die filmpjes weer op zwart. Kansloos ook. Ja. Maar ja, dat is jammer, want er is zo'n verklaring van die Geke. Het is die vrouw die daar op een hoek woont. Mm-hmm. En die is toen gefilmd en die heeft gezegd wat zij 's nachts gezien heeft over die fietsen. Dat ze daarmee bezig zijn geweest en dat de banden lek waren. En dat er een auto aangescheurd kwam. En dat ze het portier heeft horen dichtslaan. Ja, dat is interessant. En dat, daar moeten vragen over gesteld worden. Ja, maar dat gaat denk ik helemaal nooit meer gebeuren. Dat gaat helemaal nooit meer gebeuren. Nee. Nou, meer dan 20 jaar geleden. Ja. Ja. En iedereen die zich met die zaak bezighoudt, die is idioot. Dus er is geen journalist. Ik heb echt wel eens een keer wat laten vallen hier en daar. En er is gewoon niemand die daar iets mee wil doen. Nee. Ik heb dat requisitoor van Henk J. Maus, waarmee Jasper S. veroordeeld is. Ja. Dat heb ik dus helemaal voorzien, geannoteerd met stift en alles en pijlen en... Die heb ik ze ook allemaal ingescand en besproken. Maar ik heb dat document, dus die geannoteerde versie van het requisitoor, heb ik aan een strafadvocaat gegeven en tegen hem gezegd, als je tijd hebt, bel me maar, dan gaan we er wat aan doen. Daar heb ik helemaal niks van gehoord. Die mensen denk ik echt geen zin in. Nee, maar het is... Ja, ik vraag me wel eens af, er zijn zo ontzettend veel mensen hierbij betrokken. Dan, dat je dan denkt, ja, dat kan niet. Die mensen gaan niet allemaal liegen. Mm-hmm. Maar dan denk ik weer aan de eerste informatie wat naar buiten kwam. Ja, al zou je daar maar op voort gaan borduren. Wat bedoel je daarmee? Met die asielzoekers bedoel je? Ja, mensen die haar gezien hebben en mensen die dat vriendje gezien hebben die nacht. En mensen die gezien hebben dat ze bedreigd werd. En een ander meisje die seksueel lastig werd gevallen door diezelfde jongens. Die vrouw van dat asielzoekerscentrum die gewoon heel duidelijk vertelt... in een gesprek dat er dus 's nachts iemand binnenkwam zonder papieren en zonder tas, dat helemaal niet normaal was, maar al die dingen die er zijn, die er al heel lang zijn, daar zou je moeten beginnen en dat zou je moeten nalopen. Ja. En ja, de rest is allemaal bijzaak. Ja, en het was een dag in de satanische wereld, maar wat hebben we daar allemaal aan? Als je moet bij het begin beginnen. Mm-hmm. En in die tijd hoorde je nooit iets over asielzoekers. En nu staan de kranten er vol van. Weten we allemaal dat asielzoekers andere manieren hebben. Vooral in Duitsland gebeurt het heel vaak. Ik geloof dagelijks dat de kinderen verkracht worden en de keel wordt doorgesneden. Daar is het helemaal niet meer gek. Mm-hmm. Maar in 1999 was het wel een raar verhaal. Ja.
En het wordt nog steeds als voorbeeld genoemd over, hè, als mensen je willen framen als rechtsextremist, wordt er nog steeds gezegd, ja, net als de zaak Vaatstra, zeiden ze ook, maar het was gewoon een boer. En ja, dat kan ik eigenlijk niet uitstaan. Nee. Het was helemaal geen boer. En dat verhaal van die boer, Jasper S., dat is een heel vreemd verhaal. Want als, ik heb dat aan zitten puzzelen met pen en papier. Van hoe laat is hij nou vertrokken en hoe laat stapte hij op de fiets en dat soort dingen. Ja, dan moet hij er ook behoorlijk doorgefietst hebben. En waarom ga je nou heel snel fietsen midden in de nacht? En, dat nog heel even over wat jij hebt gedaan met, dat, met die mouse. Ik heb daar toen naar geluisterd. Dat is ook alweer een paar jaar geleden volgens mij. Ja, ja. Dat is een schande, zoals jij dat analyseert en laat zien wat voor een idioterie en respectloos hij over Marianne praat. Dat is verschrikkelijk. Ja, ja. Ook dat gewillig meelopen het weiland in. Ja. Ja, dat heeft bij die moeder, dat heeft bij die moeder geloof ik het licht uitgedaan. Dat vond ze zo erg. En als je de foto voor je haalt van Marianne, dan weet je dat zij nooit met een of andere oude boer gewillig mee zou lopen. Dat is, ze wordt gewoon postuum als hoer neergezet. Dat is heel erg. Ja. Heel erg. Maar ja, daarna, ik heb toen die geluidsopname van de zitting, die heb ik geanalyseerd. Mm-hmm. En daar hoor je hem zelf zeggen, hij durft niet eens het woord seks in zijn mond te nemen. Hè. Zo'n verlegen boertje is het dus. Mm-hmm. En hij ontkent ook dat hij haar anaal verkracht heeft. Dat ontkent hij, hoor je ook nooit iemand over. Mm-hmm. Is nog iets. Dat wat in de krant gestaan heeft, dat hij al eerder aangehouden is omdat hij naar de hoeren in Groningen ging. Mm-hmm. Daarvan zegt hij, dat is helemaal nooit gebeurd. Dat zei de politie tegen mij. Toen heb ik maar ja gezegd om er vanaf te zijn. Mm-hmm. Dat is helemaal nooit gebeurd. Dat is helemaal geen hoerenloper. Dat wel een rare verhaal dat hij dan gearresteerd is via een haar die gevonden was in een aansteker. Dat is ook een raar verhaal. Een Playboy-aansteker, ook dat nog. Ja. Ja. Als je aan mij vraagt wat ik denk, wat er gebeurd is, dat is dat zij een jonge meid was, die hield van flirten en van gezelligheid. Mm-hmm. En die heeft met die asielzoekers lopen flirten. Mm-hmm. En niet geweten dat dat soort jongens een hele andere achtergrond hebben. Dat je daar niet een soort oorzaak en gevolg. Het is een andere cultuur en die gaan anders om met vrouwen. En mannen afwijzen, uitdagen en vervolgens afwijzen, dat is toch wel een dingetje. Mm-hmm. Dat is wat ik denk dat er gebeurd is. En dan komen we op die Wolfgang, die had daar een caravan. Mm-hmm. Dat daar dingen verhandeld werden, misschien wiet verkocht werd, dat geloof ik. Mm-hmm. Dat die asielzoekers daar ook mee te maken hadden en ook wiet kopen, geloof ik ook. Ja. Dat daar films opgenomen wordt, geloof ik helemaal niet. Dat verhaal vind ik heel idioot, want hoe kan je in een caravan een hele camera set, hoe noem je dat, een set, dat past allemaal helemaal niet. Dat geloof ik niet. En trouwens, degene die dat zegt, was die erbij of zo? Hoe kan je dat nou weten? Ja, maar daar heeft trouwens ook iemand gezegd, er werden ook leren jassen gekocht. Dan denk ik, wij hadden vroeger in de buurt ook zo'n adres. Volgens mij heeft elke buurt zo'n adres waar gewoon wat vage dingen gebeuren. Met leren jasjes of oude auto's en zakjes wiet. Dat daar gebeurd is op die camping met die caravan, dat wil ik wel geloven. Want het is natuurlijk wel raar dat die caravan is afgebrand. Het is ook raar dat die auto die die had verwoest is. Daar is een pakketje van gemaakt. Dat is natuurlijk allemaal raar. Ja. Dat zijn dingen, denk ik. Ga dat allemaal eens uitzoeken. Er is nooit iemand op die camping geweest, hè? Dat heb ik gevraagd. Ik zeg, is er nou ooit eens een keer iemand naar die camping gegaan? En gewoon aan de mensen eens een babbeltje maken en vragen van, goh, hè, kennen jullie die en wat gebeurde daar? Heeft nooit iemand gedaan. En wie heb je dat gevraagd? Aan Wim.
Oké. Ik zeg, is er een foto van die caravan? Nee, nee. Is er ooit wel eens iemand naartoe gegaan? Nee, nee. Ja, dat is ook... Het gaat eigenlijk de laatste jaren over ja, bijzaken. En rare redenaties zoals die Koert die dan heel aardig is aan de telefoon. Nou, dat wordt dan gezegd, ja, dat is het bewijs. Nee, dat is helemaal geen bewijs. Hij heeft ermee te maken, want hij ontkent het niet. Wat is dat voor een rare redenering? Dat is helemaal geen bewijs. Precies. Welke Koert was dat? Ja, ik dacht, nou, ik noem hem gewoon een Koert. Hoef ik geen namen te noemen. Ik haal altijd de namen door elkaar. Ja, ja, want je hebt ook die Ali H. en een Ali Hassan. En... Ja, je hebt er meerdere. En die enorme verwarring die er dan was met de twee foto's van Ali H. Ja. Maar dat is dan niet dezelfde man. Dat kan je dan zien. Maar dat is weer zoiets. Kijk, daarom vinden heel veel mensen mij niet aardig. Ik ben altijd de advocaat van de duivel, begrijp je, Perry? Jij vindt mij wel aardig. Maar of die jongen het nou wel of niet is, is niet interessant. Wat is interessant? Wat heeft SBS6 bewogen om helemaal naar fucking Turkije, zou ik bijna zeggen, af te reizen met een hele crew, weet je wat het kost, om op zoek te gaan naar een asielzoeker? Ja. Dat is de vraag. Dat vind ik een hele goede vraag. Ja, en zo zijn er heel veel goede vragen te stellen over de zaak Vaatstra. Maar wat ik ook een goede vraag, dat heeft er niks te maken met de zaak zelf, maar er is wel aan het licht gekomen dat een van die bewoners van het asielzoekerscentrum, die was de volgende dag weg. Ja. En die bleek uiteindelijk te zijn beland op een bruiloft van zijn neef. Dan denk ik, ja, asielzoeker? Je gaat hier gratis wonen, helemaal verzorgd, een uitkering neem ik aan. En je gaat even terug naar je thuisland, want je neef gaat trouwen. Hij is het land uitgevlucht. Hè? Een van die jongens is het land uitgevlucht via Italië. Mm-hmm. En dat is ook een heel interessant filmpje. Dat er op een gegeven moment een verhoor is. Dat heb je denk ik ook gezien. Ik weet niet wie, wat, waar, hoe. Maar er is een verhoor van iemand die gedetineerd zit. En die zegt, ik zit met een medegedetineerde. Oh, ja. En die heeft informatie over de zaak Vaatstra. Ja. En dan zitten daar die rechercheurs zitten erbij. Dat is echt hepie en hepie. En die ene zegt dan, als het belangrijk wordt, dan knippen we het eruit. Weet je nog? Dat filmpje. Mm-hmm. Nou, als je dat hele filmpje kijkt, wat die jongen vertelt. En ja, ik heb een beetje kennis, hè, van die andere culturen. Dus ik weet best wel een beetje hoe dat gaat. En wat die jongen vertelt, snijdt gewoon hout. Dat hij op een gegeven moment gebeld wordt door een vriend. Een vriend van mij die zit in de problemen. Hij moet nu naar je toe komen. Die jongen is gekomen midden in de nacht, helemaal over zijn toeren. Heeft het over Vaatstra gehad. Ik geloof dat hij ook zijn kleding bebloed was. Dat mm-hmm. weet ik niet eens meer. En die jongen zegt van, nou, als ik strafvermindering krijg, wil ik wel vertellen wie dat is. Weet je wel. Het staat op band. Nou, dat vind ik. Ik vond zijn verhaal heel geloofwaardig. Yes. Ik had trouwens bij de... Voor mij was het de Vaatstra-uitzending 2019. Daar kwam een reactie op van iemand en die zei... schandalig. Je houdt geen rekening met de familie en nabestaanden. Ja. Dan ken je dat weer. Nou ja, maar dat zijn dezelfde die... Komt, ik weet niet wat het is, maar het is Amsterdam. Ze gaan Rutte arresteren. Kijk alleen even of er geen brandweer is, want dan ben ik bang dat het bij mij is. Dat is de ambulance. Oh ja. Bij mij voor de deur. Het is ambulance of wat? Ja, bij mij voor de deur, maar ik ben oké, dus. Ja. Dan moet je maar even eruit knippen. Per kan ook. Dat vind ik wel goed aan de stijl waar ik nu mee werk. Daar wijk ik ook niet vanaf. Niet knippen en plakken. Oh, dat doe jij nu ook? Ja, ik heb dat dus ook nooit gedaan. Hè? Nee, helemaal niet. Ik vind dat... misschien dat ik het nog een keer ga doen voor iets heel bijzonders. Dat ik ook zo'n snel filmpje maak met dit en dat. En zus en zo. En dan flash en dan... Maar ik denk het eigenlijk niet. Je begint een gesprek en je stopt ermee. Nou ja, het was ook natuurlijk met die radio van mij, met die complotters.
Mm-hmm. Ze horen altijd al klikjes. Ik denk, als ik er dan ook nog ga in zitten knippen, dan is het helemaal mis. Dus daarom heb ik eigenlijk nooit geknipt. Ja, precies. Maar goed, terug naar die zaak van Marianne Vaastra. Daar hadden we het over. Ja. Dat die ambulance kwam. Ja. Ja, dus jij denkt dat het toch die mensen van buitenlandse afkomst waren. Daar is het fout gegaan. Ja. Kijk, in ieder geval niet Jasper. Nee, dat vind ik ook. En sommigen zeggen van ja, misschien is die ook wel in die caravan geweest. Nee, die man heeft er echt helemaal niks mee te maken. Dat denk ik ook. En dan zeggen de mensen van maar hoe kan hij dat dan toegeven? Nou, dat vind ik zo'n rare vraag. Er zijn legio voorbeelden van mensen die iets bekennen wat ze helemaal niet gedaan hebben. Ja. Dus daar ga ik niet over nadenken, want dat weet ik ook niet. Ja. Dat was ook een zwaar gelovige man, hè? Dus, heb ik mij laten. Zwaar gelovig, precies. En hij vertelt dus ook, want als een koe ging kalven, dan bleef hij op, hè? Dan bleef hij bij die koe. En daarom was hij op, omdat die koe toen een kalf ging. Nou, een man die bij zijn koe blijft, als die moet bevallen, die gaat niet daarna op de fiets een meisje neuken, verkrachten. Dat is gewoon totale idioterie. Inderdaad. En ook dat die frase waarmee Henk J. Maus dan zijn requisitoor opent met Doe bist van mij of zo. Jij bent van mij. Ik zag haar fietsen en ik dacht gelijk, jij bent van mij. Ja. Natuurlijk denk je dat. Maar het verhaal klopt helemaal niet. Hoe hij vertelt hoe dat gegaan is. En die Jan Vlucht, die advocaat, die helpt hem. Hè? Die helpt hem om zo'n goed mogelijke bekentenis te laten doen. Mm-hmm. Van de pot gerukt. Zijn advocaat die hem er helemaal in luist. Noem eens een voorbeeld daarvan. Wat vind je dat niet goed heeft gedaan? Hij is hem alleen maar aan het helpen. Ja, mensen zouden eigenlijk gewoon moeten gaan luisteren. Hij is hem alleen maar aan het helpen. Ja, en toen heb je ook nog dat gezegd. En je hebt ook nog dat gedaan. Weet je wel zo, dat je denkt, hè? Maar goed, dat weten we natuurlijk ook van de nieuwsuuruitzending. Hè? Dat die zijn, hij heeft bekend hoor. Daar hebben toen ook heel veel advocaten gezegd, dat kan niet. Je kan nooit een bekentenis van jouw cliënt op televisie gaan vertellen. Die herinner ik mij, wat je nu vertelt. Dat herinner ik mij, ja. Dat is historisch. Echt historisch. Daar hebben heel veel mensen wel... Dat kan helemaal niet. Nee. Het is gewoon gebeurd. En daarna, ik herinner me nog, was vorig jaar of zo, waren er ook kort na elkaar twee jongen, ik dacht ook vrouwen, gedood, gevonden ergens in een sloot. Ergens in de buurt van Utrecht of Amersfoort. Dat is ook zo vreemd. We hebben die zaak aan pas geleden. Of... Ja, dat was niet zo heel lang geleden. Ja, die twee meisjes, klopt. Dat was ook een ontzettend raar verhaal. Ja. Dat is waar. Maar, toen heb ik nog contact gehad met het Openbaar Ministerie. En heb ik gevraagd of ik een kopie mocht van het requisitoor. En toen kreeg ik heel beleefd antwoord van nee, dat mag niet. Want u bent geen belanghebbende. Ja. En dan denk ik ook weer van eigenlijk snap ik het niet. Een requisitoor is toch iets wat voorgelezen wordt in de rechtbank. En, ja, in de openbaarheid, tenzij het een minderjarige betreft. Mag dat weten op basis waarvan... Dus we moeten niet de... Ja, maar we moeten niet de Martin Vrijland-tactiek hanteren. En als je geen lijk hebt gezien, dan is er niemand vermoord. Want dat vind ik ook zo'n idiote redenatie. Want waarom moet jij een dood kind zien voordat je gelooft dat ze vermoord is? Dat kan niet. Dat is... Ja. Ja, maar Martin Vrijland die heeft ze er ook mee bezig gehouden, ja. Dat was Wim Dankbaar, Martin Vrijland... Micha Kout en die vierde man. Een beetje zakenmanachtig typeje. Hoe heette die nou? Die heeft volgens mij die steen naar zijn hoofd geslingerd gekregen. Toen hij dat boek... Dat is die oplichter. Die Hans Maurits is dat. Ja, Hans Maurits. Ik wilde hem oplichter noemen. Maar die...
Is dat een oplichter? Kijk, dat is ook... Want we hadden... Ja, niet te geloven, want het eerste uur... Ik heb wel eens mijn bewondering ervoor uitgesproken. Ik vind dat echt knap als je zo de boel kan blazeren. Maar dat is trouwens ook weer een heel goed voorbeeld... wat er dus allemaal afleidt van de zaak Vaatstra. Dat is dat. Dat is zo'n Hans Maurits, weet je wel. Dat is zo'n gesprek met die Koer die verdacht worden... of die asielzoekers. Dat leidt allemaal af. Dat doet er eigenlijk helemaal niet toe. Nee. Ik hoop dat er ooit nog eens een keer iemand gewoon helemaal naar het begin gaat en kijken wat er toen in de krant verschenen is, in persberichten, dat allemaal bij elkaar gaat rapen en van daaruit kijken van, hey, waarom zat iedereen daarnaast? Wat ik nu ook bedenk, dat ik kan me herinneren dat toen ik in die dagen dat dan las in de krant of op tv, dat ik vrijwel gelijk te horen kreeg of te lezen kreeg dat ze een fiets gestolen had. Ja, ja. En ik zou nu eigenlijk wel graag willen weten op welke datum ze dat al wisten. Want kijk, dat zij een fiets, dat er een fiets bij haar stoffelijk overschot lag, en die fiets was niet van haar, dat wil niet zeggen dat die gestolen is. Die kan ook geleend zijn. Ja. Dus. En die jongens die zijn pas een tijdje daarna verhoord. Dus. Maar ik weet nog dat ik toen dacht van ja, nou ja, het is verschrikkelijk wat die vrouw is overkomen. Maar wat is dat voor mentaliteit? Dat je na een avondje vrolijk drinken, broeren, jat je een fiets om naar huis te gaan. Dat is asociaal. Dat dacht ik toen. Hè? Ja. Het was... Ja, iemand is vermoord. En dan ga je aan iedereen in Nederland vertellen dat die persoon die vermoord is, die heeft een fiets gestolen. Wat doet dat er eigenlijk toe? Ja, klopt. Nou, wat ik het sterkste punt vind, ik bedoel, jij bent vader, ik ben moeder. En het feit dat zij bang was voor het donker en dat zij nooit in van haar leven in haar eentje door het bos zou zijn gaan fietsen. Op een gestolen fiets. Nou, ook nog eens een keer die te groot was. Ja, dat zou gewoon al een heropening van de zaak moeten betekenen. Ja. Dat doet me heel erg denken aan Dasha. Oh ja. Nou, wat erg. Meijer of zo? De naam nee. Dasha, in ieder geval Dasha, ja. Heel erg, ja. Het meisje was uit in Hilversum. Ja. Bij Hilversum, die was uit met haar vriendin, hartstikke leuke meid. Alles ging er voor de wind. En die is op een gegeven moment in haar witte t-shirt naar buiten gegaan. Niemand weet waarom. Mm-hmm. En die zou zich een paar uur later voor de trein hebben geworpen. Midden in de nacht, zelfmoord hebben gepleegd. Wat helemaal niet kan. Iedereen die haar kent zegt, wat? Het ging hartstikke goed met haar. Een meid in de bloei van het leven. Wereld die lag aan haar voeten. Dat zou zij nooit doen. En dat dossier is meteen gesloten. Ja, ze heeft zelfmoord gepleegd. En die vader, ik kan wel huilen als ik aan die man denk. Ik zie hem zo voor me. Die is door blijven gaan. Ze zijn zelf documentaires gaan maken. Zijn documentairemaker in de arm genomen. Die het allemaal heel helder uitlegt. Wat er is gebeurd. Wat er niet gebeurd kan zijn. Omdat er dat en dat weten ze dat gebeurd is. Mm-hmm. En dan kan je maar één conclusie trekken. Van ze lopen de boel te blazen. Ja. En waarom? Of omdat ze zelf geen idee hebben, of omdat ze geen tijd hebben, of dat het ze niet interesseert, of dat iemand uit de wind gehouden moet worden, dat weet ik ook niet. Maar dat we belazerd worden waar we bij staan, dat gebeurt vaak. En vaak met kinderen. Het is ook zoals zo'n jongen die zelfmoord gepleegd zou hebben en zijn handen op zijn rug zelf gebonden zou hebben, zoiets. Mm-hmm. Dan denk je, nou, meer hoef ik niet te horen, dat weet ik al, dat kan niet. Nee, precies. Heel eng, heel erg. Ja, het wordt toch gezegd dat er dus... Want dat is het ene verhaal is waar jij mee komt... van die asielzoekers waar hebben betrokken. Mm-hmm. En er is dat verhaal van... die satanistische verborgen clubjes hier in Nederland. Waarvan ik weet dat ze bestaan. Ja, dat...
ja, gaan we zo op in. Heel even, die, ja. Wat je zei, dat ze dan door asielzoekers vermoord is. Dat is niet omdat ik denk, oh, dat is wat die jongens doen. Nee, ja. Dat is omdat alles wat er gezegd is, alle getuigenissen, alles wat naar buiten kwam, wees zo duidelijk naar asielzoekers. Dat is de reden waarom ik zeg, asielzoekers hebben het gedaan. Ja. Dus dat wil ik even duidelijk maken. Mm-hmm. Ja, dat zei ik niet. Dat zei de politie en dat zeiden de buurtbewoners en dat zeiden haar vriendinnen en dat zeiden haar vrienden en dat zeiden de disco. Nou, het satanische. Nou, wat ik vind is dat ik zal niet ontkennen dat het bestaat, maar het is heel moeilijk om aan te tonen. En dan denk ik, waarom zou je je daarin gaan begeven terwijl de zaak al potdicht zit? Er zijn andere manieren om die zaak open te breken en dat satanische, dat sluit de zaak alleen maar. En dat is niet dat ik dat vind, maar dat is een feit dat alles wat met satanisch misbruik te maken heeft, dat gaat dicht. Dat gaat niet verder. Mm-hmm. Yes. Ja, en ik denk, het kan ook een combinatie zijn. Maar als hobbyist... Wat zei je als hobbyist? Als hobbyist moet ik eerlijk zeggen dat dat daar ook wel een heel vaag gebouw, want ik heb dat zelf uitgezocht, een vaag gebouw was waar vage dingen zijn gebeurd. En waar ik ook zelf heb uitgezocht dat daar een foto van prinses Beatrix is gemaakt als baby zijnde. En dat geeft niet, want er worden overal foto's gemaakt van baby's, ook van het Koninklijke Huis. Maar ik vond het heel apart dat ik ergens teruggevonden heb dat er een babyfoto is van prinses Beatrix. En dat is gemaakt in huize Hupplepup. En dat is dat huis vlakbij waar Marianne Vaatstra vermoord is. Aha. En die fiets, een van die fietsen, die is ook weer geweest van een bewoner van dat terrein. De oppasser of zo. Dat is ook echt waar. Dus dat is ook heel toevallig. Weet je. Ja, het blijft een vreemde zaak. Maar heel interessant, heel belangrijk. Maar je mag er niet over praten. Hè? Er is geen enkele zaak, geloof ik, waar je zo niet over mag praten als de Vaatstra-zaak. Mm-hmm. Nu ben ik eigenlijk nieuwsgierig naar die eerste krantenberichten. De Volkskrant en de Trouw en de Telegraaf. Die allereerste berichten over deze zaak. Wat stond er eigenlijk in de krant? Ja. En de vraag is of je daar naar achterkomt. Jawel, die zijn daar, ja wel. Dat zijn de dingen wat ik zeg. Ze was met haar vriendjes, ze was bedreigd, ze hadden gedronken. Mm-hmm. Nee, ik bedoel de krantenberichten zelf. Wat hebben ze toen gedrukt? Wat waren die woorden? Wat lieten ze toen al... brachten ze al naar buiten? Op welk moment? Dat je dan nu dan terugkijkt en dan weet wat inmiddels wat meer weet. Want destijds, toen ik die krantenberichten las, dacht ik alleen van, oh, ik wist niet eens waar het om ging. Dat het in Zwaag Westeinde was. Dat wist ik allemaal niet. Zou ik het wel weer een keer opnieuw willen lezen. Dat is zeker interessant. Dat is zeker interessant. Moeten we misschien samen even doen. Ja, het is een kwestie van speuren op het internet bij de Koninklijke Bibliotheek of zo. Waar ze... Ja, er is heel veel van bewaard en er staat ook gewoon nog steeds heel veel op internet. Wim heeft natuurlijk ook Ere wie ere toekomt, al die krantenberichten heel vaak gepubliceerd. Uh-huh. Dus dat is allemaal terug te vinden. Cool. Nou, dat is wel een beetje huiswerk en dat vind ik wel leuk. Om daar eens mee te gaan stoeien. Ja. Om die dingen erboven te krijgen. Ja, maar het is treurig. Het is echt treurig. En die familie is ook een rare familie. En logisch dat ze er niks meer mee te maken willen hebben. Maar het is natuurlijk niet zo dat niemand er meer over mag praten. Omdat zij er niet... Dat bedoel, dat horen ze niet. Het is geen voorpagina nieuws van de Telegraaf. Nee, precies. En ja, wij zeggen toch niks over de aard van die mensen. Mensen. Ze zijn niet perfect en jij ook niet en ik ook niet. Nee. Ze zijn wel hun kind kwijt. En
Ja, daarom. Dat is dus ook waar ik gewoon heel geïrriteerd raak. Dan denk ik, dat was thee hoor, ik zit niet te piezen. Mm-hmm. In de kamer. Dat vind ik dus ook... Dan ben ik het kwijt. Mm-hmm. Het ging over... over dat die mensen hun kind kwijt zijn. Dat zei ik als laatste. Ja, daar moet het gewoon niet over gaan. Het moet gewoon helemaal niet over die familie gaan. Alle respect, nee. Laat die mensen met rust. Ja, vind ik ook. Helemaal met rust laten. En dat heeft Wim dus wel gedaan. Hè? Kijk, hij heeft een keer met zijn dronken kop, want dan zit hij aan de whisky, heeft hij s'nachts een of andere brief namens die moeder gepubliceerd. Ja, dat moet je gewoon niet doen, dan ben je echt een idioot. Ja. En dat haalt hij dan 's ochtends weer weg. Maar je hebt die ratten die hem volgen en lastigvallen. En die maken meteen een kopie. Ja. Begrijp je? Ik bedoel, die Yehudi Moscovic, die krijgt het gewoon aangeleverd van die tyfusstrollen, zou ik bijna willen zeggen. Sorry voor... Ja. Ik ben ook in de papieren van Yehudi Moscovic te komen. Ja, die Mira die heeft op de radio op die dag, om dat en dat, heeft die en die dat en dat gezegd. Dan wordt gewoon naar Yehudi gestuurd. Mm-hmm. Wat heeft die ermee te maken, Yehudi Moscovic? Nou, die verdedigt die mensen die verdacht worden volgens Wim. Oké. Die asielzoekers dus. Ja, ook, maar ook de moeder. Yehudi is degene die al dat geld geïncasseerd heeft van Wim. Oké. Dus die smaad die ging dus aangaande Wolfgang hebben, maar ook smaad richting de moeder van slachtoffer. Ja. Heb ik dat goed? Ja. Oké. Ja, of over dat dagboek, of over dat een contactverbod, dat soort dingen. Mm-hmm. Yes. Maar dat is volkomen onterecht hoe dat gegaan is. Kijk, dat hij gewoon een boete krijgt, een normale boete zoals jij en ik, oké. Maar wat ze bij ze hebben 1 miljoen bij hem weggehaald. Dat staat natuurlijk in geen verhouding in tot wat hij doet. En dat is natuurlijk krankzinnig. Mm-hmm. Ze hadden €500 boete kunnen geven. Nou, als je nou nog 1 keer een brief met je dronken kop aan die moeder stuurt, dan krijg je nog een keer €500 boete. Dat had er moeten gebeuren. Mm-hmm. Maar geen miljoen. Nee. Ik wil je de hele tijd iets vertellen en ik twijfel heel erg. Toen niet zo lang geleden, toen zat ik eens even weer te googelen. En ja. Toen zat ik op die Duitser te googelen, ik zeg zijn naam niet, dat moet je ook niet doen. En toen kwam ik zijn adres tegen en ik kwam zijn telefoonnummer tegen. En toen ik op Google Maps zat, zag ik waar die woonde. En het ging nog meer zoeken. Dat zeg ik als hobbyist. Hè. Dan doe ik dat soms wel eens op de zaterdagavond. En toen kwam ik... Rapapapa. Mm-hmm. Toen kwam ik op een sekssite. Met livecam girls. En dan kan je zeggen, nou dat is toch niet zo interessant. Maar dat wordt natuurlijk verteld dat hij ook dat soort dingen in die caravan deed. We hadden ze volgens mij nog helemaal geen internet, maar dat terzijde. Maar dat die... Oh, videobanden natuurlijk. Ja, er was nog iets met videobanden en een videotheek. Maar dat wordt dus gezegd, dat die man ook in de caravan toen in die tijd van Marianne Vaatstra al seksfilms maakte. Mm-hmm. En dacht ik, nou, het is wel gek dat ik even zit te googlen en dan kom ik opeens bij webcams uit. Ik bedoel, dat gebeurt me niet vaak. Eigenlijk nooit. Dat ik zit te googlen en bij... Weird. Ja. Ja. En zonder meer, waarom had die man een caravan daar? Was het zo'n Nederlanderofiel of zo? Of, waarom heb je nou een caravan op een caravan in het Westenkwartier? Neem dan een caravan bij Schorl. Dan kan je een koile gaven. Ik denk dat het gewoon zo'n soort loesje autoverkoper was, denk ik. Ik denk ook zoiets. Ja. En zijn zoon, die heeft zijn naam veranderd. Hè? Die wilde zeggen, ja, en door dat gezeik en de onterechte beschuldigingen aan mijn vader, die heeft zijn naam veranderd. Oh, oké. Dat is ook apart. Ja. Zo erg was het nou toch ook weer niet.
En dat is dus ook, ze doen net alsof Wim de eindredacteur van de NOS is. In wat voor zin? Qua boetes en impact en straffen. Oh, oké. Ja, ja. Terwijl hij heeft gewoon een heel piepklein blogje, net als heel veel mensen. Ja. En dan 1 miljoen afpakken, dat is wel gek, vanwege zijn publicaties. Ja, de enige reden kan zijn dat hij die hoeveelheid geld had en dat ze dachten, we moeten hem echt even pijn doen. Ja, dan stopt hij wel. Ja, het is wel. Hoe lang moet hij zitten? Weet je? Ik geloof 2 maanden, 3 maanden. Hij zit nou in de buurt van Zoetermeer of zo, hè? Nee, Zeist. Oh, zit hij nou in Zeist? Okay. Volgens mij, ja. Nou. Maar hij houdt niet op, hè? Dat is, heb je zijn statement gelezen? Nee. Nee, nou, hij zegt, ik ga gewoon door. Ik ga alleen nog maar harder er tegenaan. Ik heb nou niks meer te verliezen. Oh ja, oh, dan krijg ik dat. Sorry hoor. Ik heb er nogal last. Ja. Nou ja, kijk, voor hetzelfde geld, je weet niet hoe het uitpakt. Nee, maar hij is bezig een zaak met die bijzaken. Je niet mag vergeten. We kunnen hier niet als Nederlander overheen stappen. Nee, maar je hebt het begin en dan heb je het midden. Ja, en dat is allemaal andere dingen, allemaal dingen wat er tussendoor kwam. Toen kreeg je die rechtszaak en nu gaat het de komende 10 jaar gaat het alleen maar over die rechtszaak. Het gaat niet meer over de zaak wat er is gebeurd. Mm-hmm. Dat is jammer. Yes. Want die rechtszaak die was pas heel laat. Hè? Dat was. Wanneer was het? 2011 of zo? Met die Jasper S? 2010? Nee, volgens mij 2012, 2013. Oké. Okay. Heel lang, ja, iets van 13 jaar daarna of zo. Ja, oh, 13 jaar daarna, ja. Zoiets. Ja, en Wim zegt, ja, omdat wij doorbleven gaan. En dat geloof ik toch ook weer een beetje. Omdat we door, wat zei Wim? Omdat mensen doorbleven gaan met die zaak. Mm-hmm. Dat ze gewoon daarvan af wilden en dus Jasper hebben geslachtofferd. Ja. Ja, het lijkt mij plausibel. En in elk geval, dus de politie of de justitie en politie hebben incompetent gehandeld. Ja. Dat staat vast. En de vraag is, was dat opzettelijk incompetent? Of was het zonder meer een reden voor ontslag? Nou, dat is wel expres geweest hoor. Ik denk dat het expres was. En die Pim Fortuyn heeft zich er ook nog mee bemoeid. En die werd hem doodgeschoten. Oh ja, en wat heeft Pim Fortuyn erover gezegd? Die zou volgens mij de dag daarna of zo naar Friesland afreizen. Ook iets heel geks. Ook echt waar. Oh, na 6 mei. Of nee, als hij vermoord is, 6 mei. Ja. Hij zou. Nou ja, de dag daarna wil ik vanaf zijn. Maar hij zou, absoluut, had hij een afspraak met die moeder. En weet je wat ook zo gek is? Wim is veroordeeld vanwege het verspreiden van het dagboek. Hè, publiceren van het dagboek. Terwijl die moeder, die heeft zelf haar dagboek naar het OM gestuurd. Er staat ook gewoon wel, en dat is ook waar, zwart op wit, zorg dat mijn boek uitkomt. Dat heeft zij gewoon echt haar vriendin en Wim gevraagd. Mm-hmm. En natuurlijk ook andere mensen hebben dat dagboek gepubliceerd, niet alleen Wim. Nou, maar Wim is degene die daar ontzettend veel geld voor heeft moeten betalen. Ja. Ik heb het ook in mijn bezit gehad. Ik ook, ik had het heel vroeg. Ik heb het nog. Ik heb het uitgeprint. Ik print het meteen uit. Dan kan ik er geen letter meer kan er veranderen. En ik print het uit. En dat heb ik al heel lang. Ja. En dat zei jij laatst ook. Hè? Het is 100% zeker door die moeder geschreven. Ja. Ja, dat kan je duidelijk zien aan het taalgebruik. Ja. En dan nogmaals, als zij later vindt, hè, ik wil niet dat het uitgegeven wordt, dan heeft zij daar ook het recht toe. Maar het is niet zo dat zij het niet geschreven heeft. Zie je, twee verschillende dingen. Mm.
Ja. Nee, ja, precies. Weet jij dan meer dingen die we erover kwijt kunnen over deze zaak? Nou, ik vind het wel belangrijk om bepaalde dingen toch nog even aan te stippen. Dus we hebben al heel wat gedaan, denk ik. Ja. En ook dat we... Sommige dingen zijn echt waar. Sommige dingen kan je zelf uitzoeken, heb ik ook gedaan. En dan kan je gewoon zien dat sommige dingen... ja, niet kloppen. Yes. En dat we dit dus niet vergeten. Goed komen. We gaan dit niet oplossen. Nee, we mogen het nooit vergeten. Nee. We mogen het niet vergeten. Het is heel tekenend voor de werking van politie en justitie. Ja. Een veeg, dus een streep op de lat. Want ja. Daar moeten we het ook nog een keer over hebben. Nou, absoluut. Daar ben ik het helemaal mee eens. Mm-hmm. Hier moeten echt nog steeds een keer vragen over gesteld worden. Ja. Nou, je weet het niet. Ik weet, er was zo'n verschrikkelijke zaak. Mocht ik ooit de power hebben, zou ik het doen. Dat meen ik wel. Er was die zaak in 1959, het jaar dat ik geboren ben. En dat betrof jongens die gecastreerd waren. Nadat de leiding had seks gehad met die jongens. Het waren jongens in een kinderthuis. Ja. En die jongens die naar de politie gingen, die werden gecastreerd als straf. Ook als voorbeeld voor de anderen. Nee, hè? En die zaak is dus uiteindelijk boven tafel gekomen. Meen je dat? Ik heb er nooit van gehoord. Ja. Zo, wat erg. Hebben ze gewonnen? Hebben ze gelijk gekregen? Die jongens hebben schadevergoedingen gekregen. En het is, dacht ik ook, is de commissie Deetman. Wim Deetman is ingesteld. Ja. En die zijn... ja, dat is ook wel zielig eigenlijk. Het enige wat de commissie Deetman heeft gedaan, dat is schadevergoedingen uitkeren. Ik heb het hele ze hebben die mensen ook genaaid met de getuigenis en alle papieren. Dat is niet vrijgegeven. Dat is in een stichting heeft die Deetman dat gedaan. Uh-huh. Heel smerig. Ja. Dus, en toch is die zaak met die... Vic Marijnissen was toen premier. En in eerste instantie was het bedoeling dat het lekker in de doofpot ging. En uiteindelijk kwam het dan toch... Ja, dan niet helemaal, maar kwam het dus wel open. Er zijn heel veel zaken die gewoon uiteindelijk waar blijken te zijn en uitkomen. Maar dan hoor je het niet meer. Ja. Dus ja. Ach ja. We zitten in de waan van de dag. Nou, dat ben ik ook. Nou, ik vond een goede samenvatting. Oké. En een waardige voor dit jaar. Oké. Zullen we dan 2000... afsluiten? Ja. En dan praten we nog even door. Ja, dat is goed. Nou, ik zeg goeiedag tegen jullie allemaal. En tot de volgende. Doei. Dag jongens, tot de volgende keer.